Mijn stelling van vandaag is: publiek is belangrijk. Zonder publiek bestaat de culturele sector niet. Maar je moet ook beseffen, het publiek verandert heel snel. Waar mensen vroeger voor een heel jaar kaartjes kochten en dan klaar waren, beslissen ze nu op donderdagavond. Ze zijn niet meer merkentrouw. Ze willen iedere keer weer opnieuw verrast worden. En nog belangrijker, er is niet één soort publiek. Er zijn heel veel verschillende soorten publiek met allemaal hun eigen wensen, hun eigen drempels om niet te gaan. En in Rotterdam proberen we dat met de gezamenlijke culturele instellingen op te lossen. En dat heeft één groot voordeel. Het grote voordeel is dat je niet iedereen hoeft, en ouderen en jongeren en witte en zwarte en korte en lange, iedereen tegelijk te bereiken. Maar je kan zeggen, met elkaar specialiseer je op een bepaalde groep en samen bereiken we iedereen in de stad. En ik denk dat dat een zowel bevrijdend als mooi ding is. En dan nemen we ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid dat we het totale publiek bereiken.